Yo, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Max en welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 16 januari en we gaan zo weer lekker trainen en er staat een back day op de planning. Vorige week ben ik begonnen met een nieuw trainingsschema. Ik train gewoon 5 keer per week en dit is de derde training die ik laat zien hier op YouTube, volgens mij wel. Vorige week heb ik ook al 2 trainingen laten zien, een push day en een chest day. Als je die trainingen nog niet hebt gezien, kijk die dan ook gelijk even. Het is inmiddels 10 voor 11, ik ga over ongeveer een half uurtje trainen. Ik heb net wel even ontbeten, dit zijn 4 rijstwafels, 40 gram pindakaas en een banaan. En ik had het 2 video's geleden ook al gezegd, maar ik ben de laatste tijd iets meer gestopt met heel veel suikers eten bij mijn pre-workout meal. Omdat ik had gemerkt dat ik best wel vaak aan het begin van mijn training dan een beetje een suikerdip krijg, zeg maar. Want dat komt dus als je een maaltijd eet met veel suikers, is de kans aanwezig dat je ongeveer een half uurtje tot een uurtje daarna een dip krijgt. Maar vandaar rijstwafels met pindakaas, banaan, sowieso, dat is een hele goede combi. Maar ik merk dat ik daar altijd wel lekker op ga. Dus die maaltijd zit erin. Ik ga zo nog even een bakje koffie nemen en dan rug en biceps. Ik heb er zin in, we gaan knallen en tot zo in de gym. We beginnen de training met weighted pull-ups. Ik heb de afgelopen jaren niet heel vaak weighted pull-ups of überhaupt pull-ups in mijn schema gehad. En als ik dan pull-ups deed of in mijn schema had staan, zeg maar, deed ik ze eigenlijk altijd gewoon op bodyweight. En dan, beter worden, prestatieverbetering creëren door middel van meer herhalingen te doen. Maar dit is voor het eerst dat ik echt weighted pull-ups, dus met een gewicht eraan, in mijn schema heb staan. Ik wil hier de komende maanden gewoon wat sterker in worden. Ja, dit is nu maar 7,5 kilo. En ik had gisteren iets van 10, 9. 8 volgens mij hiermee gehaald. Dus ik ga dan volgende week weer gelijk door naar 10 kilo. Dus dat is dan als je een nieuwe oefening erin gooit die je nog niet heel vaak eerder hebt gedaan. Dus altijd een beetje aftasten en een beetje zoeken naar welk gewicht dan echt passend is, zeg maar. Maar dit was pas de tweede keer dat ik hem deed. Maar goed, wel weer eens wat leuk voor de afwisseling. Oefening hiernaast, de chest supported dumbbell row. Zoals je ziet, ik lig met mijn borst tegen een bankje. En ik hou mijn ellebogen dus niet helemaal langs mijn lichaam, maar ik zet ze een tikkie naar buiten. En deze oefening, doordat je die dumbbells naar je toe trekt, is iets meer voor de dikte van je rug, zeg maar. Vind ik wel een hele lekkere oefening, omdat je gewoon lekker tot falen kan gaan. Niet echt specifiek tot falen, maar gewoon lekker een hoge intensiteit kan trainen. Want op het moment dat die echt zwaar wordt, kan je die dumbbells loslaten. Ik merk alleen wel, dat ik met die pull-ups en met deze eigenlijk ook, dat ik de volgende training wel straps mee moet nemen. Want hier bij die dumbbells zag je net ook dat ik misschien nog wel 1 of 2 herhalingen had kunnen doen. Maar ik merkte gewoon dat die dumbbell uit mijn hand gleed. Datzelfde gold eigenlijk een beetje bij pull-ups. Dus dat is dan weer iets voor de volgende keer. Ik ga mijn straps meenemen. En de volgende oefening, mijn favoriete bicep oefening of all time, de one arm cable curl. Wat ik hieraan zo chill vind is dat door die kabel staat er constante spanning op die spier, zeg maar. Dus hij klapt echt uit elkaar. En zoals je hier dadelijk ook ziet, op het moment dat je echt bijna niet meer gaat, kan je met je andere hand kan je hem gewoon een klein tikkie geven. En dan maak je nog net een extra herhaling. En dat vind ik altijd wel een voordeel als je, zeker met bijvoorbeeld isolatieoefeningen voor bijvoorbeeld de bicep en tricep, als je hem arm voor arm doet, dan als het echt niet meer gaat, kan je met die andere arm nog een beetje helpen. Dit is de face pull, dus een oefening voor de achterkant schouders. Die heb ik ook fucking lang niet gedaan. Normaal voor mijn weirdo, dus voor mijn achterkant schouder, deed ik eigenlijk altijd, reverse cable fly of reverse fly machine. Nu dus weer een keer face pull. En vroeger toen ik face pulls deed, deed ik hem altijd staand. De reden waarom ik hem nu zittend doe, is omdat je dan niet zo kan swingen met je bovenlichaam, zeg maar. Als je echt zware face pulls doet en je gaat staan, dan kan je best wel naar voren en naar achter getrokken worden door het gewicht. En op je knieën heb je daar iets meer stabiliteit in. Ik moet zeggen, het was weer de tweede keer dat ik hem deed. Hij voelde wel weer echt heel lekker. En met face pulls kan je natuurlijk ook lekker zwaar gaan. Dit is dan weer de derde en laatste rugoefening die ik deed. De one arm cable curl. Denk het wel. Nee, niet cable curl. Cable row. Zo, morgen. Ik moest even nadenken. One arm cable row. En waar ik bij deze heel erg op let, is dat ik mijn ellebogen echt in mijn zij trek. En zoals je ziet, een beetje meedraai met de kabel. En op die manier, doordat je je ellebogen dus echt goed in je zij trekt, ga je hem wat beter voelen in je lats. Vroeger dacht ik altijd dat een verticale pull, zeg maar, altijd voor je lats was. En een horizontale pull altijd wat meer voor de dikte van je rug. Dat is niet helemaal waar. Het ligt vooral aan de grip, zeg maar. En op het moment dat ik mijn hand dus zoals net in een neutrale grip had en mijn elleboog goed in mijn zij trek, dan pak ik iets meer mijn lats aan. Dus een brede rugvleugel, zeg maar. En dit is dan de tweede bicep oefening die we deden, de spider curl. Had ik ook een tijdje niet gedaan, voelde ook weer heel lekker. En ik weet niet, ik vind deze ook wel gewoon chill. Ik vind de vorige bicep oefening die ik deed, zeg maar,
Die wil ik dan wel altijd als eerste hebben gedaan. Want ik had deze natuurlijk ook gelijk na die chest supported dumbbell row kunnen doen. Omdat het dezelfde houding is. Maar bij die andere ga ik toch iets zwaarder. Hier pak ik meer wat hogere herhalingen. Dus ik een beetje tussen de 15 en de 20 herhalingen. En dan vind ik dit wel een chillen om als tweede bicep oefening te doen. Zodat die biceps echt goed gaan branden, zeg maar. Dus bij die eerste zit ik een beetje meer tussen de 10, 12 herhalingen. En bij deze juist weer wat hoger. En dan de laatste oefening van de dag is de chest supported side raises. Oefening voor de zijkant schouder. Normaal gesproken deed ik deze eigenlijk side raises, zijkant schouder, altijd bij mijn push day. Dus zoals ik in vorige video's ook al zei, wil ik bij mijn push day echt wat meer de focus leggen op mijn borst en mijn triceps. En dan met name op mijn borst. Dus vandaar dat ik side raises dan bij mijn pull day erbij pak. Omdat ik met mijn pull day, ik weet niet, die voelde altijd toch net iets minder zwaar dan mijn push day. Dus vandaar dat ik hem zo doe. En ik doe hem chest supported, dus met mijn borst tegen een bankje. Omdat ik dan niet kan swingen. Met normaal side raise, als je staat, kan je nog wel gaan swingen met je bovenlichaam. En hier, je moet het maar eens proberen voor de grap. Je kan hem echt alleen maar vanuit je zijkant schouder trekken. Je kan ook minder met je nek gaan trekken. Dus vandaar dat ik hem nu weer op deze manier in mijn schema heb staan. Vind ik ook fucking chill. Maar goed, dit was de training. En na de training moest de pomp natuurlijk ook even gecheckt worden. Ik moet zeggen, het was een beetje ongemakkelijk. Want heel die kleedkamer stond vol. Maar alles voor de video. Moet zeggen, hij was weer echt verdomd lekker. Ik ben nu ongeveer 2 weken met dit schema bezig. En mijn vorige schema vond ik al heel chill. Daarbij deed ik borst en rug samen, schouders en armen. Maar nu weer gewoon die push-pull verdeling, zeg maar. Is ook wel weer gewoon fucking lekker, weet je wel. Doe je gewoon 3 oefeningen voor rug. Die hele rug zit vol, zit een goede pomp in. Dit was het einde van de video. Ik hoop in ieder geval dat je iets aan de training hebt gehad. En dat je de video een beetje leuk vond. Doe even een duimpje omhoog, als dat zo was. Heb je verder nog wat vragen over andere dingen in het schema of zo? Ik zal sowieso van de hele training hier beneden in de beschrijving zetten. Maar heb je nog wat specifieke vragen erover, laat het beneden in de reacties dan even weten. Verder wil je op de hoogte blijven van ook alle aanstaande trainingen die ik nog ga doen. Die ga ik de komende video's behandelen, alleen niet de aankomende. Want het is nu dinsdag, aanstaand weekend gaan mijn vriendin en ik met z'n tweeën naar Londen. Dus er komt, even kijken, woensdag, volgende week woensdag, komt dan eerst nog even de Londen vlog online. Gaan we er ook een leuk vlogje van maken daar. En daarna ga ik weer verder met uitleg van de trainingen van het schema. Maar goed, wil je dit allemaal niet missen, zorg dan dat je geabonneerd bent. Dit was het voor vandaag en tot de volgende. Doei!